Yo, Nintendo fans! Waza! Mag ik even een waza in de comments? Dan zal ik reageren op de leukste waza! En dan ga ik beginnen met een nieuwe aflevering van Miitopia, waarbij we naar de poort moeten. En daar staan de drie gezusters Choo Choo te dansen. Nou, ze staan er niet te dansen, ze staan te chillen. Daar ben je eindelijk, lieverd. Lieverd? Ik heb een bloemetje meegenomen! Ik heb mezelf meegenomen. Het is Bloomachu. Even een duimpje omhoog als je deze serie vet vindt. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Anyway, Raichu zegt klaar meiden. Pikachu zegt yeah. En Pichu zegt zeker weten. Waar zijn we klaar voor jongens? Ik bedoel meiden. Wat gaan jullie doen dan? Ja, jullie gaan een concert geven hè. De Choo Choo Sisters. Met hun allermooiste optreden. Ik ga meedoen. Ik ga deze dans leren. Dan gaan we op TikTok zetten. Dat ga ik waarschijnlijk niet echt doen. Dat zeg ik alleen maar. Wat het belangrijkste is, is dat de Oosterpoort open gaat. Let's go. Nee. Nee. Daar is Mr. Mimepy, de donkere vorst. Dude. Hij zegt bedankt voor het openen van de poort, dames. Jullie hebben me heel goed geholpen, sufferds. Nee, joh. We gaan je aanpakken, jongen. Wie denk jij wel niet dat je bent? Iemand zegt nee. Wie zegt nee? Nee. Nou is het gezicht van Pichu gejat. Los dat maar eens op met jullie slappe elfenmagie. Slap. Je neus is slap. Je hebt geen eens een neus, Mr. Mime. En nu is het tijd voor een bezoek aan jullie elfenvriendjes. Oh nee, arme Pichu. We zullen je naar huis brengen. Laten we meteen vertrekken. Oh nee, sorry. Oh. We moeten eerst weer naar Smurfeland. Oh nee. Wow, wacht even. Zijn al hun gezichten gejat van iedereen hier? De duistere vorst heeft weer toegeslagen. Het is mijn taak als oudste zus om dit recht te zetten. Kun je me helpen? Zeker, Raichu. Zeker kan ik jou helpen. Raichu, kom me helpen. Of ja, ik kom Raichu helpen. Het is maar net hoe je het ziet. Pikachu, zorg jij voor de anderen. En Pikachu vindt het goed, ja. Dat is allemaal mooie hutsies, maar echt letterlijk iedereen's gezicht hier is genakt, joh. Kijk dan. Oh, hier. Jij hebt wel je gezicht nog. De jaloerse dame Maractus weer wel. Wie denkt de duistere voor zich wel niet dat hij is? Waarom wilde hij mijn gezicht niet hebben? Ja, nou, omdat je oude zaggerij bent, Maractus. Oh, Ditto heeft zijn gezicht ook nog. Die zegt, bah, het is al lekker rustig in het dorp de laatste tijd. Kan ik overdag ook een fijn dutje doen. Slaap lekker. Oké, let's go, Raichu. Moeten we helemaal daar naartoe? En daar is ook een nieuw paadje. Oh, wacht even. Als je met iedereen praat, dan kan je zien waar hun gezicht is, toch? Kijk, Goomy, die is daar. Oh, die is daar. Helemaal links onderin. Daar zijn we volgens mij al een keer geweest. Dan hebben we hier Roald. Roald is op een nieuwe plek. Jitters, waar is Jitters? Die is ook op die nieuwe plek. En is Dizzy's gezichtje daar dan ook? Die is ook daar. Ja, oké. En waar is Mudkip zijn gezicht? Die is daar, waar we nu ook naartoe kunnen. Helemaal in het oosten. En dan hebben we natuurlijk Pichu nog. En Pichu is uiteindelijk daar bij een bloem of zo in het water. Oké, maar we gaan eerst die drie gezichten van die Animal Crossing villages halen. Die zitten allemaal hier ergens. Let's go, Raichu. Let's go, Wooloo. Let's go, Goigi. En let's go, Shadow. We gaan ze pakken, jongens. Even deze tomaat kapot maken. Lekker, Wooloo. Goed gedaan, Wooloo. En we gaan door. Let's go. Op reis stelt maar één ding. Vriendschap, zegt Shadow. En Raichu zegt de duistere vorst wachten ons op. Wie had dat verwacht? We moeten echt goed oppassen. Heb ik als beschermer van het dorp gefaald? Nee joh, maak je niet druk joh. We fixen dit wel. We fixen alles in deze game jongens. Wij zijn de Nintendo pros. Wij kunnen al die Nintendo games fixen hier. Dat gaan we gewoon doen. Kijk, de eerste tomaat is alweer kapot. Ik tik ze gelijk allemaal aan. Wooloo nakt de tweede tomaat. Oh, de tweede tomaat is nog niet kapot. Shadow die wordt eventjes genakt. Voordat hij weer een banaan gaat eten. Want Shadow is een vreedzak. Geef ik hem even strooisel. Aanvallen Shadow. Bim. Moet er nog één pompidompidomp kapot maken. Dat doe ik met een lentebriesje. En dat doet Wooloo daarna met een klap op zijn bak. Heeft hij eigenlijk wel een bakkes? Dat is de grote vraag. Dat was vermoeiend. Zeker. Naar in ieder geval 9 groeien is inderdaad vermoeiend. Maar we gaan alsnog door, want we hebben gezichten die we moeten terugvinden. We kunnen voor goud gaan en voor snoepjes. Dan ga ik voor goud. We kiezen het goudpad, jongens. Kissie openmaken. 600 monies. Heerlijk. En de herberg. Oeh, ik wil echt een supermooi blaadje kopen. Een glas en loodblad. Die ga ik sowieso kopen. Gewoon puur omdat die mooi is. Kijk, wat een prachtig blaadje. Ja, dit blaadje wil je gewoon hebben. Wooloo, die wil een nieuw toverpakkie.
Mag die ook hebben van mij? Een linnen gewaadje. Staat je beeldig, Wooloo. We moeten gezichten redden, jongens. Even een beetje tempo. Wooloo en ik lopen in het bos. En we zien de grootste tomaat die we ooit gezien hebben. Of zijn wij gekrompen? Wow. Wat is hier gebeurd? Waarom is Shadow zo groot? Oké. Het was maar een droom. Ja, de meeste dromen zijn bedrog, gelukkig. Hey, daar hebben we weer een twerkoen. Mijn favoriete vijand uit deze game. De twerkoenen zijn geniaal. Hoppakee, lekker Gogi. Lekker Wooloo. Twerkoenetje kapot. Shadow valt even de pompom aan. Ruitje valt de pompiedompom aan. En dan moeten we alleen nog de tomaat nakken. En dat is ook alweer gebeurd. Heerlijk dit hoor. Maar waar zijn die gezichtjes? Van Jitters en van Dizzy. En ja, en van Roald. Hier zijn ze. Alle drie bij elkaar. Gasten, wat is er met jullie hoofd gebeurd? Is het een gestapelde tomaat? Tomaten acrobaten. Oké, dit vind ik heel grappig. Let's go, een lentebriesje erbovenop. Beam. Lekker Wooloo. Pas op, Shadow. Oh, Shadow. Shadow krijgt er HP bij. Wat? Ik weet niet wat hij allemaal doet. Hij geeft HP. Maar, hè? Wat een rare snuitertomaat is dit. Ik snap deze tomaat niet. Hij valt ons aan, maar hij geeft ons ook HP erbij. Ik snap er geen bal van. Ah, we gaan wel lekker. Even kijken hoe ver die staat. Wooloo gooit weer vuur. Ik ga weer voor het lentebriesje. En dan is die bijna voor de helft kapot. Dan pak ik alvast mijn strooisel erbij. Voordat er allemaal weer bananen opgegeten worden. Moet een beetje zuinig zijn met de bananen. Ik zal ook even wat MP-strooisel gunnen. Zo, let's go. Volgende ronde aanvallen, jongens. Wat? Wooloo is genakt. Zomaar nak je mijn Wooloo. Ik wek mijn Wooloo weer tot leven. Kom op, Raichu. Pak hem aan. Gogi mag nu met Epona even... Ja, oké. Dat was een lekker hard klappie. Hij heeft nog 1/3 van zijn HP. We hebben hem denk ik bijna wel neer. Eens even kijken wat hier allemaal gaat gebeuren. Luigi krijgt weer gore tomatenpuree sap op zijn bakkes. Ja, maar maakt voor Luigi niet uit, want hij blijft toch wel groen. Oké, zijn wij weer aan de beurt? Nog steeds niet. Joh, Wooloo wordt weer gesloopt. Waarom wordt Wooloo de hele tijd genakt, joh? Laat me Wooloo nou eens met rust. Ah, maar ik kan hem wel weer tot leven wekken. Ik heb de levensdouw ability. En daarmee kan ik gewoon mijn teammates weer tot leven maken. Dus dat is echt super relaxed. Wakker worden, Wooloo! Oh, Wooloo, wat? Hij beweegt niet? Het werkt niet? Waarom werkt het niet? Bij Luigi werkt het ook niet. Waarom begint Wooloo niet gewoon te leven? Nou, weet je wat? Dan gaan we maar gewoon kaart aanvallen, hoor. Dag. Lekker Shadow. Ik ga ook aanvallen. Ruitje gaat ook aanvallen. Luigi probeert het nog een keer, maar het lukt gewoon niet. We krijgen Wooloo niet meer levend. Snuif deze tomaten even kapot, Epona. Maak ze kapot. Hoppakee, daar gaan ze. Lekker. Ja hoor, de Animal Crossing characters zijn gered. Lieve Raichu. Ja, zij zijn natuurlijk super fan van Pichu en Raichu en Pikachu. Beter krijg ik wat XP. Ja, lekker. Luigi gaat de level omhoog naar 8. En Wooloo gaat omhoog naar 7. En de bonuspunten die zijn ook voor Wooloetje. Wooloo's ogen zaten wel heel dicht bij elkaar opeens. Anyway, we hebben juweel A uit Elflandia gekregen. We zijn dus nog steeds bezig om juwelen te zoeken. Poeha, poeha. Nu wel. Wooloo en Luigi worden beter matties. En het is tijd om een hapje te eten. Ik ga lekker tomatenpastaatje chappen. Dan heb ik hier kip curry en dat vindt Luigi wel lekker. En dan heb ik hier nog marshmallows en dat vindt Wooloo wel lekker. Luigi heeft vannacht niet lekker geslapen. En Wooloo vraagt, hoe kwam dat dan? Je praat in je slaap en nogal hard ook. Oh, sorry. Je bleef maar zeggen, ik weet het. En Wooloo kan zich er niks van herinneren. Ik dacht dat hij gewoon de hele tijd... zei, maar blijkbaar kan die Wooloo ook nog andere dingen zeggen. Ik kan weer een nieuw blaadje kopen. Ja, maar die is duur. Ik gun Wooloo wel eventjes een nieuwe outfit. Want Wooloo die moet niet de hele tijd kapot gaan. We moeten even goed voor Wooloo gaan zorgen. Wooloo is er het laatste bijgekomen. Dus die heeft nog de slechtste outfits en de slechtste wapens. Dus die moet even steeds nieuwe dingen krijgen. Jee, de gezichten gaan weer terug. Van Roald, van Jitters en van Dizzy. Laten we even kijken of ze er blij mee zijn, oké? Yo, gasten. Roald, met je mooie pinguïnhoofd. Daar is die. Wat ze flats. Ben je er blij mee, Roald? Oh ja! Oh, de lieve Raichu heeft me gered. Ik zal dit nooit vergeten. En jij, vreemdeling, je hebt zeker geholpen op je eigen manier. En dit is voor jou. Dankjewel voor de monies. Volgens mij heb ik toch wel een aardig groot aandeel gehad in jouw rescue. In jouw redding. Hier is het hoofd van Dizzy. Joepie!
Bedankt dat je me hebt gered. De lieve veeën beschikken over ongelofelijke krachten. En jij, beste vreemdeling, jij staat ook je mannetje. En dit is voor jou. Nog meer monies. Hoe is het trouwens met de lieve Pichu? Nee, dat gaat niet zo goed. Met Pichu gaat het niet zo goed. What up, jitters? Hoe is jouw leven dan? Ik ben gered, maar belangrijker nog. Lieve Pikachu is gezond en wel. Heel hartelijk bedankt. En krijgen we... Ja, we krijgen nog meer... Bedankt voor alle monies, maar ik heb nu weer een belangrijke taak te doen. We moeten namelijk nog meer gezichten gaan redden. En daarvoor gaan we hier deze grot in. En hier ergens... Ja, kijk daar dus. Oké, daar moeten we naartoe. Eerst gaan we even langs deze boinkie doinkie. What up, boinkie doinkies? Oh, snap, die slaan hard. Dat vind ik niet relaxed. Wooloo is bijna in één keer kapot gemaakt. En ook Luigi is bijna in één keer kapot gemaakt, joh. Pak ze aan, KoeJ. Let's go. Kom op, Shadow. Maak ze kapot. Kom op, Wooloo. Bliksemstraal! Kom op, Raichu! Eentje is kapot. Oké, gelukkig. Hey, en Luigi die helpt Wooloo, dus die worden ook weer betere matties. Aanvallen! Ja, en daar gaat hij. Nice. En daar krijgen we Boing radijsjes voor. En blijkbaar zijn die zo lekker. Ik vind radijsjes echt goor. Ik vind het een van de meest vieze groenten die er is. Het is toch groente? Het is toch geen fruit? Nee, radijs is groente volgens mij. Ik vind dat echt nasty gewoon, jongen. Als ergens radijs in zit, ik haal het er altijd uit. Oh nee, hij heeft daar weer gezichten gestolen. En Ruitje vraagt weer. Ja, hallo. Die is al 3 jaar bezig, man. We zijn al in aflevering 24, man. We zijn al een hele man. Topia aan het spelen, zowat. Ah nee, spinnen en groene boinkie doinkies. Pak ze! Hopen dat Shadows even allemaal tegelijk kan pakken, want dit zijn nogal veel vijandjes, jongens. Nee, Shadow pakt 1 spinnetje. Oh, oh, oh. Oh, maar Wooloo gaat even los, hoor. Lekker. En Shadow gaat naar level 9. En we hebben weer lekker spinnen sushi. Oh nee. We kunnen hendel overhalen. Altijd gewoon proberen om de hendel over te halen. Ja, oké. Ik heb een verborgen pad gevonden. Dat klinkt goed. Is dat dan de plek waar we naartoe moeten? Ik denk het wel. Want hier hebben we geen gezicht gevonden van een van de bewoners. Hey, Wooloo heeft een cadeautje van Shadow gekocht. Wat aardig, joh. Geef maar hier dan. En wat is het? Een boeket rozen. Wat romantisch, Wooloo. Ik wist niet dat je zo romantisch was, joh. Gek schapie. Luigi die wil een pinguïn patabbert pakkie. Ik ben benieuwd hoe dat je staat, jongen. Ja. Het is fantastisch. Zullen we groen maken? Ja hoor. Oké, ik ben inmiddels op het geheime pad. En we gaan eens even checken of die dan hier is. En van wie we het gezicht gaan proberen te redden. Deze groene boinkies, die zijn wel aardig sterk volgens mij. Dus dit wordt nog een ding, denk ik. De slak is kapot. Wooloo sloopt er ook heen. Oh nee, deze zijn niet zo heel sterk. Dit zijn zeer matige boinkies. Lekker Shadow. Nu Raichu nog. Hoppa. Zijn er nog 2 over. En die zijn ook kapot. Dit waren easy boinkies. Dus dit is de citrusgrot. Wat ruikt het hier heerlijk zoet. Pas nou op. Pas nou op dat je er niet invalt, Rikachu. Kijk daaruit. Ah, nee, we gaan het drinken. Ah! En ik ben verdwenen. Oh, en ik ben er weer. Dit is zo'n gekke grot, joh. Maar hier is het gezicht van Goomy. Nee. Het is een Goomy vlinder geworden. Wel een mooi vlindertje. Ah, die heeft mooie kleurtjes. Oké, let's go. Eerste slakkie is neer. Wooloo doet de bliksemaanval. Heerlijk. Eens even kijken hoe sterk dit vlindertje is, jongens. Pak hem aan, Goji. Yes. Ik laat even een lentebriesje langsvliegen. En dan waait hij denk ik helemaal weg. Ja, lentebriesje was sterk genoeg. Wooloo doet vuur. Ik krijg klappen en Luigi krijgt klappen. Shadow doet ook even vuren. Ik heb best wel veel HP eigenlijk ten opzichte van de rest. Ik heb 59 HP en de rest heb echt volgens mij 20 of 30 of zo. En ik mag weer op het paardje aanvallen. Rawr! Ja, dit is echt lekker hoor. Pak hem aan, Wooloetje. Oké, wat doet hij? Oh, wacht even. Hij gaat helemaal los. Iedereen heeft HP nodig nu. Ja. En mijn HP-strooisel is op nu. Dus we moeten nu wel eventjes tempo gaan maken met deze vlinder. Goomy, wil je stoppen? Lekker Raichu. Lekker Luigi. Ik gooi weer een lentebriesje erbovenop. We moeten blijven aanvallen, denk ik nu. Wat gaat hij doen? Ja, hij geeft ons allemaal klappen. Oh ja, we hebben natuurlijk ook nog bananen. Ja, nu mag je best een banaan eten, Shadow. En Luigi gaat even luieren of zo. Oké, dan ga je jezelf genezen en een ander genezen of zo. Ja, eigenlijk wil ik gewoon aan blijven vallen, hoor. Want we hebben hem bijna kapot, jongens. We moeten door. Pak hem. Vuur erbovenop.
Oh nee, Luigi is bijna dood. Wulu is dood. Luigi is dood. Ik kan iemand helpen. Ik ga iemand wreken. Oh ja, kijk, ik ben nu super boos. Dus ik kom met een super aanval op Groomy Woony Flindity. Dat is best wel nice. Volgens mij als je level 10 friendship hebt, dan wreek je automatisch iemand. Dus als iemand dan kapot gaat, dan word jij boos en dan geef je een keiharde klap tegen je tegenstander. En daardoor heb ik nu deze Goomy Vlinder genakt. Geen centje pijn. Nou, volgens mij hebben we behoorlijk veel pijn gekregen in deze battle. Wulu gaat ook weer een leveltje omhoog. Heerlijk bezig, Wulu. En we hebben nu ULC uit Elflandia gekregen. Zo, maar die battle werd nog even spannend op het einde, joh. En we hebben 600 mensen gered. Dat betekent dat we meer HP-strooisel krijgen van 120 naar 140. En de MP-strooisel, jij klikte hem heel snel weg. Die gaat van 35 naar 50. Super nice. Zo, nog even snel een hapje eten. Vlinderhoning. Die ga ik aan Wulu geven, want Wulu moet zoveel mogelijk MP krijgen. En die vindt het overheerlijk. We hebben ook nog geurige thee. Nou, Shadow, jij mag het geurig theetje, wat je blijkbaar smerig vindt. Zal ik dan zelf ook een geurig theetje nemen? Ik vind het op zich prima. Dat was het eten. Dan nu nog even wat kleding kopen. Een mooie, ja, wat is dit? Een Pools Sinterklaas pakkie of zo. Echt heel erg mooi. Ja, en Shadow wil ook heel graag een patchwork panzer. Die mag jij hebben, jongen. Geniet ervan. En dan zijn we weer klaar om op pad te gaan en even te kijken hoe het staat met Goomy. Want Goomy's gezegje is weer terug. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dus als je dat wilt zien, vergeet dan niet even op het abonneerknopje te drukken en deze video te liken. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!